Een goede morgen. Het is weer zaterdag. En zaterdag is marktdag. Dus ik ga vanmiddag of vanmorgen naar de markt. Bij KNMI zeiden ze dat het vandaag het zonnetje erbij kwam. En de wind was wel gelegen. Nou, het is andersom, geloof ik. Het is super bewolkt. Het is... Er staat een harde wind. Dus. Maar ja, ik moet er naar de markt. Ik moet een nieuw mutsje hebben. Want ik zag gisteren mijn mutsje en het zit vol met gaatjes. Dus dat heb ook helemaal geen nut. Ja, wat ga ik verder doen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik weer even mijn huis verder op ga ruimen. Want al dat trainen en andere dingen, dat komt er erg. En dan komt er even niks van. Wat heb ik daar zo ontbijt? Ik heb een heerlijk ontbijtje. Ik heb me allemaal een roastbeef. Ik heb roastbeef op mijn brood. Ik kon gisteren kopen tegen 35% korting. En ik had ook een hele aardige kassa aan je vrouw, want ik spaar niet missen van Albert de Gein. En toen kreeg ik een hele rit van haar. Dus ik hoef er nog maar 5. En dan heb ik mijn eerste boekje vol. En ik heb een mooi miskopen. Ja, dan mag ik dat niet zeggen, maar ik denk het wel. Maar, nee, ik ga niet in iemand prikken. Dus geen Antilliaan. Nou, een halve verstaander heb alweer genoeg gehad, dus... Nou, ik ga even eten. En ik ga een kopje thee zetten. En ik moet allemaal de groeten hebben van... deze mevrouw. Zeg hem even. Nu. Die moet... Nou... Ik zou zeggen, tot later. Zo. Net terug van 20 kilometer fietsen. Het is heerlijk weer, alleen er staat een straffe wind. En door die wind maakt het koud. Dus, ik heb een nieuw mutsje gekocht. Met wat ik mijn trainingspak ook van heb. Van Umbro. Dus... Ja, ik ben ook nog even naar de markt geweest en ja, ondertussen heb ik 20 kilometer gefietst. Ik heb als lunch heb ik noedels. Dit is maar 8 gram koolhydraten. Klote woord. Met een ei. Dus ik ga even eten. Ik wil soms nog even 10 kilometer erbij doen. En dan vind ik het wel netjes voor vandaag. De weersvoorspellingen zijn voor morgen niet zo erg best. Dus ik ga morgen gewoon lekker uit thuis trainen. Met mijn dumbbells en met mijn kettlebells en mijn buikspieroefeningetjes. Dus ik zie u vanavond bij het eten. Goedemiddag, ik sta hier in de polder. En ja, het is verschrikkelijk koud. En dit is mijn nieuwe mutsie. Dus het zit wel lekker warm. En daar ziet u mijn favoriete vogels. Fluiteentjes. Ik kan even niet op de naam komen. Maar ze fluiten in plaats van dat ze kunnen. Ze komen heel hard ze beren om hier te gaan. Maar ik ga verder, want het is erg koud en ik ben dingen vergeten op de markt te halen. Dus ik moet even naar de groentewinkel. Oké. Zo, goedenavond. Vandaag wat eten we vandaag, want dan had ik om 2 uur al moeten beginnen. Ik ben begonnen met een bouillonnetje te trekken. Voor een runder soepje.
En daarna heb ik allerlei groenten erin gedaan. En dit is het resultaat. Een heerlijke bak gevulde groentesoep met verschillende soorten paddenstoelen. Wortel, prei, bleekselderij, ui. Dat zit er allemaal in. Kleine gehaktballetjes. Rundervlees. Dus een compleet. Nou, u leest het weer het hele recept. Kunt u weer op robertswereld.nl zien. Dus robertswereld.nl/wordpress2. Daar staat het hele recept op. Er zit van alles in, dus er zit zelfs sojasaus in. Er wordt een beetje meer de smaak omhoog halen. Er zit de knoflook in. Er zitten lauwerierblaadjes in. Er zit van alles in. Ja, nou wat heb ik vandaag gedaan? Bij elkaar 30 kilometer gefietst. Heerlijk, maar een beetje koud. En ja, wat moet ik nog meer zeggen? Het was koud. En ik heb een nieuwe hoofddeksel gekocht. Waar ik ook een trainingspak van heb. Alsjeblieft. Oh. Een lekker warm mutsje. Voor als ik getraind heb. Ik stap op het fietsje. Dus. Nou. Wat ga ik vanavond doen? Ik ga vanavond naar de beste James Bond film kijken aller tijden. Cold Finger. Ja. Ik kan niet zo zingen als Joey Bessie. Want ze vroegen. En mij hebben ze ooit eens gevraagd voor een kerkhoor. Nou. Heb u. Waar ik gezongen heb, hebben ze nou glas in Lola ramen. Dus. Een vriend van mij zei altijd, je hebt een stem als een klok, alleen er zit een heel grote barst in. Dus zingen kan ik niet. Maar dan ga ik vanavond kijken. En dan ga ik lekker onderuit zitten. Dus, nou, ik wens u een hele prettige avond.